Ek op de openbare basisskwallen de Blinker in Balsert binnen weer iepen dagen voor treijerigen. Dit nooit de simmervakantie of letter dat skwallier naar skwallen gingen. Iepen dagen jouwen de ben en de ouden een mooie manier om even te zien hoe het alles eruit zocht en de wijze van werken. Zeker voor de oudste ben in een gezin is het vaak een hele stap. Het is alle genij. Op de Blinker werk je ze volgens het Dalton-principe. Studio Zuidwest, zeg ik even roem. Ik sta hier met Trudy van der Velde van openbare basisschool De Blinker in Bolsward op de open dag. Kunt u wat meer vertellen over de school? Ja, welkom bij ons op school. Zoals je ziet zijn wij hier op school in het lesplein van de onderbouw. En je bent nu op een Dalton school. En dat betekent dat we veel aandacht hebben voor zelfstandig werken, voor eigen verantwoordelijkheid en voor samenwerken. Dat is heel in het kort de Dalton school. Daarnaast zijn we ook vreedzame school. Dat is hoe gaan we met elkaar om? Wat doen we als we wel een ruzietje hebben? We proberen de ruzies te voorkomen, maar dat lukt niet altijd. Dalton school, vreedzame school, openbare school. Dat is in het heel kort wat de Blinker is. Nou, dat klinkt hartstikke positief. En vandaag dus een open dag. Zijn er al veel mensen geweest? Ja, we hebben heel veel mensen gezien al. Gisteren hadden we ook open dag. Het Hardwedde Vaartplan wordt opgeleverd. 125 nieuwe woningen. Dus we hebben heel veel kijkers, heel veel belangstelling. En dat vinden we heel leuk. Ja, dat is natuurlijk hartstikke goed. Kunt u ook in het kort nog even vertellen van wat gebeurt hier nou binnen de school? Wat maakt deze school nou zo uniek ten opzichte van de andere scholen binnen Zuidwest-Friesland? We zijn er trots op dat we een mooi gebouw hebben, dat we Dalton school zijn. Dat betekent dat we veel aandacht hebben voor wat kan je, voor individuele leerlingen. We hebben in de onderbouw werken we met planborden, in de bovenbouw werken we met taken. En zo proberen we de leerlingen voor te bereiden op wat de maatschappij van ze verwacht. Ja, dus het is zowel samen dingen doen en individueel dingen doen. Ja, we kijken naar het individuele kind. Wat kan je? En waar ben je met leren? Wat heb je nodig om verder te komen? Maar ook veel aandacht voor het samenwerken. En dat kan soms met een maatje zijn. Soms kies je dat zelf. En soms wijst juffen een maatje voor je aan. En worden er ook nog in grotere groepjes dan in tweetallen samengewerkt? Ja, we werken ook aan groepswerken. Dat kun je zien bijvoorbeeld in handvaardigheid, maar ook wel in een soort presentaties waar kinderen met een groepje van 4, 5 werken. We werken veel met tutoren. Een groter kind helpt een klein kind. En zo zie je bijvoorbeeld dat kinderen van groep 8 leren aan leerlingen van groep 4 hoe je een PowerPoint-presentatie kunt maken. Dus ook al helemaal ingericht in het nieuwe zijn van dit moment. De PowerPoint-presentaties en het Microsoft werken, het werken met computers. Ja, daar kun je niet meer van buiten als school. Vanaf groep 3 werken we met digitale schoolborden die de krijtborden van vroeger hebben vervangen. En je ziet ook dat eigenlijk steeds meer methoden op het digitale schoolbord komen. En vanaf welke klas wordt het digitale schoolbord gebruikt? Vanaf groep 3 werken we met een digitaal schoolbord, maar ook de kinderen van groep 1 en 2 maken gebruik van het digitale schoolbord. Bijvoorbeeld als groep 3 aan het gymmen is en dan zijn daar ook de lessen te zien. Nou, kijken ze aan. Nou, nog even een soort one-liner van waarom moeten mensen nou hun kinderen als ze 4 jaar zijn naar deze school sturen? Ja, onze zin is, we werken samen en we leven samen. Dus samen werken, samen leven, daar staan we voor. Nou, dat klinkt hartstikke goed. Heel veel succes.